Goedenavond. Er zijn natuurlijk mensen die 2 keer 11 spelers leuker vinden. Maar ik verheug mij ook vanavond weer op 2 spelers. En met een 4e ronde in per seconde wijzer zou ik het al helemaal niet willen missen. Straks die 4e ronde kunst voor Mark Pantes. Eerst een nieuwe speler. Mijn naam is Hugo van Baarden. Ik woon in Huizen en ik ben freelance grip. Welkom. Freelance grip. Ja. Wat is dat? Dat is een functie die voorkomt bij het maken van speelfilms, commercials en televisieprogramma's. En wat doe je dan? Ik ben de technische assistent van de cameraman. Ik doe alle rijbewegingen van de camera op een karretje op rails. En verder verwacht de cameraman dat ik ervoor zorg dat hij met zijn cameraatje in een boom kan staan zonder dat hij eruit valt. U zorgt voor ladders en brede schouders? Ladders, brede schouders, touwtjes, dingetjes. Wat is het laatste waarin u heeft meegewerkt? Het laatste was een televisieserie, een Engelse televisieserie. Een Engelse televisieserie, die wij dus niet kunnen zien? Ja, die heeft de AVRO ooit uitgezonden, Van der Valk. Oh ja, Van der Valk, ja, dat is alweer lang geleden. Ja, ik heb daarnaast nog een Amerikaanse film in Luxemburg gedaan. Maar ja, er is niet zoveel filmen in dit landje. Nee, dat is waar, maar toch wel allerlei series die misschien ook brede schouders nodig hebben. Ja, Pleidooi maar bijvoorbeeld, prachtige serie, is geloof ik. Ja, maar ik ben natuurlijk niet de enige in Nederland die dat doet. Oh, is dat zo? En ik ben ook niet de goedkoopste. Ah. En daar heeft het in Nederland erg veel mee te maken. Goed. Nou, dat zal dan wel. Ja. Wij gaan iets anders doen. We gaan het over deze eeuw hebben met u. Ja. We hebben namelijk 4 vragen voorbereid waarvan de bedoeling is dat u er minstens 5 steeds van goed hebt. U ziet de getallen. Het is heel wat anders natuurlijk als zo'n 4e ronde straks, maar vaak niet minder spannend. Veel succes. Vraag 1. Op 21 maart 1969 werd het Amsterdamse Hilton Hotel wereldnieuws. Beatle John Lennon en zijn bruid Yoko Ono gebruikten het bed in de bruidssuite van het Hilton als decor voor een bed-in voor de vrede. In pyjama stond het echtpaar dagenlang de internationale pers te woord. En boven het bed hingen teksten als u ziet het hairpiece en bedpiece. Wat ik overigens iets heel anders vind. 9 beroemde hotels, daar gaat de vraag over. Amstel Hotel, Hotel des Indes, Hotel Negresco, Hotel El Rashid, Hotel Sacher, Chelsea Hotel, Beverly Wilshire Hotel, Caesars Palace en Raffles Hotel. Ik noem iets kenmerkends over deze hotels. U ziet ze ook, om welk hotel gaat het? Ja. 1. Het clubhuis van de sterren van Hollywood. Beverly Wilshire. 2. Werd eind september geheel vernield. Amstel. 3. Hier overleed de danseres Anna Pavlova. Negresco. 4. Artiesten. Nederzijnde. 4. Artiestenhotel in New York. Chelsea Hotel. 5. In dit hotel werkten de verslaggevers tijdens de Golfoorlog. Rashid. 6. Hoofdkwartier van Frank Sinatra in Las Vegas. Caesars Palace. 7. Beroemde suikertaart aan de boulevard van Nice. Hotel Negresco. 8. Genoemd naar de stichter van Singapore. Raffles. En 9. Weens. Zagerstop. Heeft u overal geslapen? Nergens geslapen, wel geweest. En zijn er 5 goed? Ja. De creditcard moet je wel meenemen bij dit soort hotels. Om te beginnen het clubhuis van de sterren van Hollywood, Beverly Wilshire Hotel, is goed. Mooi zwembad. Eind september werd het, 29 september om precies te zijn, vorig jaar werd het Amstel Hotel heropend. Hier overleed de danseres Anna Pavlova, dat is dus hier is in Den Haag Hotel des Indes. En dat gebeurde trouwens op 23 januari 1931. Het artiestenhotel in New York, Chelsea Hotel, is de 4e goede. En bekend uit de Golfoorlog, Hotel El Rashid. CNN had het hele dak bezet met schotels en zo, antennes. 5 goed. Hoofdkwartier van Frank Sinatra in Las Vegas, Caesars Palace. Dat is ook goed. En dit is die suikertaart in Nice, Hotel Negresco. Sir Thomas Raffles is de stichter van Singapore en hij werd geëerd met dit hotel. Raffles Hotel en de Weense suikertaart Hotel Sacher. Dat is allemaal goed, dat is een prachtig begin. U krijgt er een, nou prachtig, maar wel een mooie joker bij. Vraag 2. Opus Dei is een internationale katholieke organisatie met een grote financiële macht. Een van de manieren van Opus Dei om mensen te binden is het zonder examen toekennen van titels en doctoraten. En om daarvoor in aanmerking te komen, wordt wel lichamelijke onberispelijkheid vereist. Dus wie mank loopt bijvoorbeeld, die valt af. 9, ja, ik wilde er van alles over zeggen, maar ik zeg maar gewoon 9 organisaties.
9 organisaties. Niet OPSD, maar het IMF, OESO, OPEC, WE, ILO, IAEA, FAO, EMF en GATT. Die letters staan allemaal afkortingen van allemaal internationale organisaties. Nu geef ik niet de volledige naam, maar ik zeg wel waar zo'n organisatie voor staat. Een verklaring dus. U zegt welke wordt bedoeld, hoop ik. 1. Behartigt belangen van olie-uitvoerende landen. 2. Verenigde Naties Organisatie voor Voedsel en Landbouw. 3. Bevordert economische groei van rijkste landen. EMF. 4. Algemene overeenkomst voor handel en tarieven. GATT. 5. Internationale organisatie die onder andere kredieten verschaft aan lidstaten. IMF. 6. Samenwerkingsverband van werknemers, werkgevers en regering. IAEA. 7. Controleorgaan op kernenergie. WE. 8. Afspraken over beperking muntkoersverschillen in Europa. Dat is de EMF en WEU en IAEA moeten van plaats verwisselen. En 9. Defensieverbond in West-Europa. Dat is de WEU. Stop. Het laatste antwoord telt, als altijd in dit spel. En als laatste noemde u de WE, de WEU. En dan is natuurlijk aan de orde of er 5 goed zijn. Laten we het maar doen. Ja, van mij mag alles. Ja, toch. Wie verbergen zich nou precies achter deze letters? Dat gaan we nu echt precies onthullen voor zover dat nog nodig was. Te beginnen, de behartigde belangen van olie-uitvoerende landen. De OPEC is goed. De Verenigde Naties Organisatie voor Voedsel en Landbouw. De FAO is correct. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. De OESO. Die bevordert economische groei van rijkste handelslanden. Dat is niet goed. Algemene overeenkomst voor handel en tarieven. Langdurige onderhandelingen, de GATT-onderhandelingen. Dat is de derde goede. De organisatie die onder andere kredieten verschaft aan lidstaten, het Internationale Monetaire Fonds. Is het IMF, is goed. Dan een samenwerkingsverband van werknemers, werkgevers en regeringen. De ILO. De International Labour Organization. Het controleorgaan op kernenergie. Veel in het nieuws omdat ze in Irak aan het werk wilden, maar af en toe niet in mochten. IAEA, door een ingewikkelde omzetting heeft u deze goed. Dat is de 5e goede. Moet kunnen. En dat is genoeg. Afspraken over beperking van muntkoersverschillen in Europa. Het Europees Monetair Fonds, het EMF, is goed. En de laatste, Defensieverbond in West-Europa. Als laatste zei ook dus de WE. En dat is goed. Van meneer Van Ekelen. 7, goed. Ruim voldoende om door te gaan naar vraag 3. In de Amerikaanse film The Lucky Star speelde Rijk de Gooier een Duitse nazi. In die film zat ook een Engelse acteur met wie Rijk 20 jaar eerder al eens had gespeeld. Wat speelde je toen ook weer? Vroeg de Engelsman. Een Duitse nazi, antwoordde Rijk. Waarop de man zei, daar ben je ook niet veel opgeschoten. 9 oude Nederlandse films. Daar hebben wij het nu over. Op hoop van zegen, Bleke Bed, Gangstermeisje, Fanfare, Willem Parel, Moutarde van Son AC, Siske de Rat, Merijntje Gijzens Jeugd en Sterren Stralen Overal. Ook hier vandaag hoop ik. U ziet foto's uit deze films. Ja. Oude Nederlandse films, dus soms zijn ze daarna weer gemaakt, maar het gaat om de oude films. Ja, dat begrijp ik. En u moet zeggen, uit welke film, welke foto's? Ja? Ik zeg niks. Oh, geen verhaaltje. Nee, geen verhaaltje dit keer. Nee. Nou, gaan we. De dan foto maar spreekt voor zich. 1. Fanfare. 2. Moutarde van Son AC. 3. Willem Parel. 4. Merijntje Gijzens Jeugd. 5. Straal Overal. 6. Nee, dat was Op hoop van zegen. En dit? Dit is Siske de Rat. 7. Bleke Bed. 8. Dit is Bleke Bed, Sterren Stralen Overal. Nee, dit is Bleke Bed. Sorry. En 9. Sterren Stralen Overal, stop.
Koekoe. Sterren stralen wel vaak, maar niet overal. Oh ja. Vijf. Moet erg goed zijn. Laat me lopen. De film of... Ja, doe maar. Er zijn er vijf goed. Moeten we maar aannemen. 9 films zonder vals licht. Om te beginnen de film van het debuut van Bert Haanstra, Fanfare, met Albert Mol, is goed. Kitty Courbois. Gangstermeisje. In het Gangstermeisje. Ja, is niet goed. Ook een regiedebuut trouwens van Frans Wijs was dat. Wim Sonneveld in het Wonderlijke Leven van Willem Parel. 2 goed. Regisseur Gerard Rutten in Marijntje Gijzens Jeugd. Niet in, maar van de film Marijntje Gijzens Jeugd is goed. De verfilming van Heijermans stuk Op hoop van zegen met Esther de Boer van Rijk is correct. Weer van regisseur Gerard Rutten. Ik zeg het erbij omdat we rechts zijn zoon Edwin zien in Sterren stralen overal. Dit was hem echt, Sterren stralen overal. Dit is de enige mislukking ongeveer van Toon Hermans. Grote flop werd de film uit 1959, Moutarde van Son aan Zee. Dan, vaker verfilmd, maar hier met Dick van der Velde als Siske de Rat. En nu de laatste, die moet goed zijn, Fien de Lamar. Niet in Sterrenstralen overal, maar in de musical Bleke Bed. Ja. Waarom doet u dat nou? Ik niet gezien hebbende. Nee, maar... Gangstermeisje herkende ik achteraf. Ja. Maar dat is natuurlijk veel nieuwer dan de rest. Maar het lijkt een oude foto en dan denk je, nou, ik niet weten. Nee, maar toen dacht ik, omdat u ook zo zat te hannissen. Waarom neemt u nou geen joker? Wat maakt het uit? Eentje, 5. Ja. Geen joker genomen. Nee. Jammer, hè? Ik dacht, nou, die 5 moet net kunnen. Nou, het kan en, niet. En notabene op film. Nou ja, dat oude denk ik, film. Ja, wel hele oude hele films. Oude maar film. Als je er werkt, heb je ook het idee dat die zal er ook wel nog enige interesse voor hebben. Misschien daarom ook een streepje voor hebben. Ja. Dacht ik toen ik de vraag zag. Nou, ik heb niet zoveel interesse in die oude film. En, nee. Maar zonder verhaaltje en regisseur werd het nog moeilijker. Nou, dit is een mooie bol, maar kan er niks aan doen. C'est la vie. Wil u een klokje? Een klokje is een klokje. Een klokje is een klokje. Dat is een heel mooi klokje. Ja. Als troostprijs. En ook om naar het theater te kunnen bonnen. Voor een Nederlandse schouwburg, cabaret, ja. Toneel, wat dan ook. In elk geval veel plezier daarmee. Bedankt. Het is jammer. Is dit een slecht voorzeker? Ik hoop het niet voor de tweede speler van vanavond. Daar is hij voor de 4e ronde kunst. Ik ben Mark Pantus, ik woon in Amsterdam en ik studeer zang. Ja. Voor de laatste keer vandaag. U studeert niet zang voor de laatste keer? Nee, maar dat ik het zeg. Hè? Ja. Ja, voor de laatste keer vandaag. We kijken meteen even naar het speelbord, speelschema, scorebord, hoe je het ook allemaal noemen wil. En daar staat het dan, dat u speelt in de 4e ronde kunst. Heel dreigend staat daaronder dat u de 9 van de 9 moet goed hebben. Daar staat 70 gulden per goed antwoord tegenover en... U weet waarom het gaat. Als u alles goed hebt vandaag, dan leidt dat uiteindelijk tot 15.640 gulden. Omdat dit bedrag en wat u vandaag wint verdubbeld wordt. Mm-hmm. En dat is 15.640 gulden. En ik hoop dat wij straks kunnen bewijzen dat we dat goed hebben uitgerekend. Forse hulp heeft u meegenomen. Dat wil zeggen, heeft u zelf bij elkaar verdiend. Namelijk, hoeveel zijn het er nou? 13 jokers. En 478 totale speeltijd om al die jokers in te zetten eventueel. En om ook na te denken over goede antwoorden. Ik hoop van harte dat het gaat lukken. Dat hoop ik ook. Dat kan ik me een leven voorstellen. We praten niet langer. Hier is vraag 1. Dat de schilder Johannes Vermeer in grote armoede stierf, komt niet door een gebrek aan waardering... Want voor zijn interieurs werden forse bedragen betaald. En zelfs de Franse adel klaagde over de torenhoge prijzen die hij voor zijn werk vroeg. Nee, dat Vermeer toch in de problemen kwam, lag aan zijn zorgvuldige manier van werken, waardoor hij ook veel te langzaam was. 9 schilders van interieurs. Dat is de eerste opgave waar wij u voor plaatsen. Dit zijn die schilders. Marc Chagall,
Johannes Vermeer, Vincent van Gogh, Jan Steen, René Magritte, Kees van Dongen, Edward Munch, Pieter de Hoog en Paul Klee. U kunt vandaag veel geld verdienen, maar het is weer niet zo dat u dan een van deze schilderijen kan kopen. Nee. Die zijn nog meer waard. U ziet dus, begrijpt het, interieurschilderijen. Ik noem de naam van het werk. Als dat helpt. Dat weet ik niet. Maar dat zien we dan wel. Wie is de schilder? Daar gaat het om. Ja. Ja? Ja. Fanny? Ik begrijp hem. Oké. 1. Slaapkamer. Van Gogh. 2. Persoonlijke waarde. Magritte. 3. Fantasie interieur. Pieter de Hoog. 4. Sabbat. Chagall. 5. Interieur met gele deur. Van Dongen. 6. Sterfkamer. Munch. 7. Bij de linnenkast. Dit is Pieter de Hoog. 8. Kamerperspectief met inwoners. Paul Klee. 9. De briefschrijfster met haar meid. Johannes van Meer, waar ik eerst Pieter de Hoog zei, is Jan Steen. Stop. Ja, ik verraad niks. Ik bedoel, op mijn gezicht zult u niks zien of iets goed of fout was. Nee, ik vraag me sowieso al niet hoor, maar vandaag helemaal niet. Ik heb ze nu allemaal gebruikt. Ja, dus dat klopt. Dus dat klopt. Ik bedoel, 9 hebben we er. Maar zijn ze goed? Ik heb Jan Steen gezegd bij het rare schilderij wat ik al eens niet herkende. Ze zijn goed. Ja, nee, ik zit... Of moet ik voor de zekerheid in jokken? Nee, je moet helemaal niks. Maar ik sta even verbaasd. Nee, ja, wat goed is, voor mij hoeft het niet. Ja, ik zou niet weten wat de fout zou kunnen zijn. Ja, hoe moet ik dat dan weten? Ja, u heeft die antwoorden net al gehad. Ja, dat is waar. Nee, ik weet het ook. Ik weet precies hoe het zit, maar... Nee, ze zijn mijn tekst goed. Is nu slechts achter. Elke deur schuilt een interieur. En dat gaan we nu weer zien. De slaapkamer van Vincent van Gogh... is goed. Wat een risico om dat zomaar te doen zonder jokers. Dat bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Ja. Maar dat suggereert zo alsof u een joker moet nemen. Dus, maar ik mag het nu zeggen, want het kan toch niet meer nu. Nee, het kan niet meer, maar ik... Ja, misschien is dat heel dom voor mij. Hè, wat ga ik nu ineens twijfelen? Ja, het is live gelukkig, dit programma, dus we kunnen er niks meer aan doen. 1952 schilderde René Magritte persoonlijke waarden. Zo heet het schilderij dan, en dat is goed. Het fantasieinterieur van Jan Steen. Het is goed. Sabbat uit 1910 van Marc Chagall. Een interieur met gele deur, ook dat rijmt. Het is van Kees van Dongen. Sterfkamer van Edward Munch. Is goed. Elke keer komt er dus 70 gulden bij. Hè? Bij de linnenkast. Uit 1663. De meid en de linnenkast worden ingepakt en er speelt ook nog iemand. Een mooi schilderij van Pieter de Hoog. Kamerperspectief met inwoners. Paul Klee. En de briefschrijfster met haar meid van Johannes Vermeer is goed. Ja, het was ook allemaal goed. Ja, dat wist ik ook wel. Maar ja, denk met zoveel jokers en zoveel tijd. Denk. Als je ze geen hoeft in, als je weet dat ze allemaal goed zijn. Nee, wat zal ik zeggen? Als je denkt dat ze allemaal goed zijn, dan moet je dat ook. Ja, dan hoef je geen jokers in te zetten. Nee, u hebt groot gelijk. Tuurlijk, maakt het lekker spannend. Ja, of weet ik de volgende vraag niet. Nee, dat wordt vreselijk. Erg goed. Vraag 2. Tussen het eerste en het laatste bedrijf werd er weer heel wat afgestunteld. Zoiets in de krant zetten heet in toneeltermen een stuk afbranden. Het mooiste voorbeeld van zo'n kritiek is overigens van Alexander Woolcott. Die schreef, de decors waren prachtig, maar de acteurs gingen er steeds voor staan. 9 toneeltermen. Klaus, klak, deus ex machina, klontje, poten, prak, proscenium, understudy en mastiek. Gaat u nog naar de toneelschool ook? Nee, dat wil ik niet doen. Nou, de scholen die u al bezocht hebt. Weet u iets van toneel? Iets, ja. En deze woorden? Nou, een aantal zeggen me wel iets. Ik heb mijn Rietveld-periode begonnen op de afdeling theatervormgeving. Dat had ik niet verteld nog. Maar hij is niet alleen voor 1 gat niet te vervangen, ook niet voor 2. Voor geen enkel gat. Ik ga al deze woorden uitleggen. Oh, dat vind ik heel fijn. Maar niet in de juiste volgorde. U moet dus kiezen van de lijst. Goed. 1. Onverwachte ontknoping van het drama. Deus ex machina. 2. Lange tekst van een acteur. Prak. 3. Hangende gordijnen als coulissen. Proscenium. 4. Vervangt een speler... Sorry, dat is poten.
4. Vervangt een speler die uitvalt. Understudy. 5. Lijm voor snorren en baarden. Mastiek. 6. Verplaatsbaar klein podium. Dat is een brak. 7. Toneelgedeelte voor het gordijn. Proscenium. 8. Gewicht om decorstuk te verankeren. Klontje. 9. Ingehuurd publiek om te applaudisseren. Klak. Lange tekst is Klaus en poten heb ik gebruikt. Stop. De lange tekst is Klaus en de poten heeft die had ik u gebruikt. Ook in deze vraag gebruikt. Ja. Ja. Maar ja. Soms bent u sneller als onze computer. Oké. Ik heb, hoe heet het? Medeleven met de computer. Dat hoeft niet. Medeleven. Dat hoeft helemaal niet. Daar is hij voor. Dan moeten er 9 goed zijn weer. 1. Omdat ik niet zeker weet of ik dingen verkeerd heb gedaan, zet ik 2 jokers in. Zo. Doe maar. 2 jokers. Gaat u applaus halen? Zo heet dat in toneeltermen, geloof ik. Applaus halen. Onverwachte ontknoping van het drama. Deus ex machina. Ja, ik kan er nu alles bij gaan bedenken in het kader van dit spel, maar ik ga het allemaal niet zeggen. Het is goed. Een lange tekst van een acteur, dat is een Klaus. Correct. Hangende gordijnen als coulissen gebruikt poten. Vervangt een speler die uitvalt, een understudy. Lijm voor snorren en baarden heet in de toneelwereld mastiek. Dat is ook goed. Meer als de helft alweer. Het verplaatsbaar klein podium, zoiets zoals waar wij nu op zitten, dat is een practicabel, een prak. Ja, practicabel zeg maar wel iets met prak. Maar het is in de toneelwereld absoluut een... Dan gangbare term. Ja, dan vinden ze practicabel te lang. Het moet een beetje snel. Prak is genoeg. Toneelgedeelte voor het gordijn. Proscenium is goed. Gewicht om decorstuk te verankeren. Dat heet een klontje. Wist u dat? Ja, of ik zie er daar één. Ja, het wemelt hier van de klontjes. De hele boel wordt hier vastgehouden met klontjes. Ingehuurd publiek om te applaudisseren. Een klak. Klak is goed. Alles weer goed. Ik kan het zo gek niet bedenken, of u weet het wel. We staan weer op, even kijken, 13 jokers, 381 seconden, inmiddels 6.560 gulden, en dat maal 2 dan. Vraag 3. Nog meer gekke woorden. Schrap, klamp, wapper, giertouw, achterhar, sluitrip en ijsbok. Het zijn allemaal geen scheldwoorden van kapitein Haddock, ook geen woorden uit een kinderboek van Roald Dahl. Maar wat dan wel? Wat denkt u eigenlijk? Wat zou dit... Ik heb geen flauw idee. Ik ben erg bang voor de vraag. U weet het echt niet? Nee, ik weet het niet. Hij weet het niet. Nou, ik wel. Het zijn namelijk namen van brugonderdelen. Er zijn nogal wat verschillende soorten bruggen. En 9 bekende staan in de volgende 9 plaatsen. Venetië, Rome, Luzern, Parijs, Florence, Maastricht, Nîmes, Luxemburg en Avignon. Daar staan allemaal bruggen. Ja, je hebt wel meer plaatsen met bruggen, maar wij hebben ons beperkt op deze 9. U ziet de 9 bruggen. Ik noem de 9 namen van de bruggen. En u moet zeggen in welke plaats deze bruggen staan. Ja. 1. Engelenbrug. Rome. 2. Pont du Gard. Nîmes. 3. Rialtobrug. Venetië. 4. Pont Saint-Bénézé. Avignon. 5. Passarelle. Luxemburg. 6. Kapelbrug. Luzern. 7. Pont Alexandre III. Parijs. 8. Ponte Vecchio. Florence. 9. Servaasbrug. Maastricht. Stop. 9 bruggen. En straks, als het goed gaat, 15 bruggen. Ik zet 3 jokers in. 3 jokers. Dit was... Ik weet niet of ik Nîmes, Luxemburg en Avignon niet door elkaar gehaald heb. Nee. Dat zou jammer zijn. Daarom probeer ik dat op deze manier te ondervangen. Het zou jammer zijn om het daarop te verspelen. Goed. 9 bruggen. Ja, ik dacht nog van tevoren, we kunnen aan u beter vragen. Het water wat onder die bruggen doorstroomt, hoe heet dat? Maar ja, dat heeft weer niks met kunst te maken. Nee. De Engelenbrug in Rome is goed.
Pont du Gard, het aqueduct in Nîmes. Goed. De Rialto-brug in Venetië. Dat is de derde goede. Pont Saint-Bénézé in Avignon. Sur le pont d'Avignon. Is goed. Passarelle in Luxemburg. Niet door elkaar gehaald. De Kapelbrug in Luzern is ook goed. Pont Alexandre III in Parijs. De Ponte Vecchio, die zag u al zonder ik hem noemde. Florence is goed. En Maastricht, oui. De Servaasbrug is ook goed. Ja, dat gaat nog aardig oplopen. 7190 gulden en dat allemaal twee. En dan nog een laatste vraag erbij en nog 302 seconden. Heeft u er al enig vertrouwen in dat dit goed gaat? Hoeveel vragen moet ik nog? Nou, wat mij betreft nog één. Oh. Maar we hebben nog wel tijd geloof ik voor 5 vragen. 11 jokers. Vraag. Oh, dat moet... Maar heb ik daar genoeg tijd voor om al die... om ze alle 11 in te zetten? Laten we maar gewoon gaan spelen. De laatste vraag. Iemand die een beroemd schrijver wil worden, doet verstandiger zich goede vrienden onder de schrijvers te verwerven dan goed te schrijven. Een citaat van W.F. Hermans. Hij legt het in de mond van zijn alter ego Richard in een verhaal uit de bundel Een Wonderkind of een Totolos. 9 schrijvers die absoluut niet allemaal vrienden van elkaar zijn. Hermans, Reven, Vinkenoog, Maarten het Hart, Biesheuvel, Wolkers, Bug, Deelder en Klaus. Geen citaten, geen boektitels, hun stemmen gaat u horen. Ja, zodra u een stem herkent, moet u dus zeggen welke het is. Ja. U heeft nog 302 seconden voor deze vraag. Zet hem op. 1. Kijk, als je iets ziet, iets schitterends of zo buiten. Jan Wolkers. 2. Ik ben een nieuw boek begonnen wat over een paar maanden uitkomt. En het is me toch weer... Bonnet Buug. 3. Kijk, van die 200 of 300 verhalen... Maar zijn er misschien 3. 4. Ik draag nooit het anders aan het pak, want dan voel ik me het tofst in. Jules Deel. 5. Telkens als ik erin blader, blijft mijn oog wel hangen aan iets dat mij interesseert. Leef Hermans. En 6. Het is een Volvo. Dit zal Gerard Reven zijn. 7. Freddy de Vries is nu al jaren bezig aan een biografie. Hugo Claus. 8. Niet vergeten dat ik al zo'n jaar of 20 Simon Vinkenhoff. 9. Wat voor onzin toch is Maarten het hart de atletiekbanen. 9 schrijvers, de 9 stemmen. De laatste vraag voor u in deze 4e ronde. En er moeten er nog steeds 9 goed zijn. Wat zit u nou te lachen? Ja, ik denk dat ze alle 9 goed zijn. Dus ik denk om de spanning nog meer op te voeren. En door helemaal geen jokers in te zetten. En, ja. Ja, zal ik dat nou doen of niet? Ja, er is als voorgesteld om ook voor de jokers geldbedrag ter beschikking te stellen. Zodat je het op die manier nog meer geld over. Maar dat doen we niet. Nee, het moet wel een spel blijven. Het gaat niet om het geld, tenslotte. Hè? Mm-hmm. Dan zet ik voor mijn eigen gemoedsrust en misschien ook wel voor die van u 2 jokers in. Doe het voor mij. Doe het voor mij. Goed, ze kunnen niet alleen goed schrijven. De meesten kunnen ook heel boeiend vertellen. We horen korte fragmenten van deze 9 schrijvers. Kijk, als je iets ziet, iets schitterends of zo buiten, dan ga je ook niet zeggen dat is kunst of zo. Hè? Hè? Dat vind ik zo mooi. Altijd Jan Wolkers. Goed. Ik ben een nieuw boek begonnen wat over een paar maanden uitkomt. En het is me toch weer gelukt nu weer om mijn eerste middelbare schooljaren te beschrijven. Onbeschrijfelijk rustig zou ik haar zeggen dit keer. Boudewijn Bug, dat was zijn stem. Dus kijk, van die 200 of 300 verhalen zijn er misschien 3 waarvan ik zeg van nou, die zou ik nog wel weg willen gooien. Somber is hij toch vaak. Maarten Biesheuvel is goed. Ik draag nooit het anders dan een pak, want dan voel ik me tofst in. Jules Deelder voelt zich het tofst in een pak, meestal zwart pak trouwens. Is goed. Telkens als ik erin blader, blijft mijn oog wel hangen aan iets dat mij interesseert. En dan wordt het lezen in plaats van snijden en bladeren. W.F. Hermans, correct. Nog 4. Volvo, Dat is Beatrix. Volvo AA van Beatrix. Gerard Reven. En zo is het, als we ons niet vergissen. Ook goed.
Freddy de Vries is nu al jaren bezig aan een biografie. En de biografie? En zoals het hoort, lukt dat helemaal niet, omdat ik nogal eens tegenstrijdige dingen beweer. Dat doet Hugo Claus. Niet in dit statement, want daar was het tekort voor. Het is wel goed. Nog twee? Niet vergeten dat ik al zo'n jaar of 20 een rubriek vul met activiteiten, bronnen, centra voor een tweemaandig tijdschrift Bres. En ja, daar gebeurt natuurlijk ontzettend veel. Ja, die verandert ook helemaal nooit. Simon Vinkenoog. En de laatste. Wat voor onzin toch is het om op de atletiekbanen 100 meter wedstrijden te houden, als je weet dat de eerste, de beste haas je daar zou kunnen kloppen. Maarten het Hart is goed. Hartelijk gefeliciteerd. Het is geweldig gelukt. Weer alles goed vandaag. Nauwelijks of eigenlijk geen jokers nodig gehad, geloof ik. Hè? Toch? Wel ingezet, maar niet echt nodig, toch? Ik weet het niet. Nee, ik weet het soms ook. Dat is zo raar dat je dat dan al niet meer weet. Ja. 7820 gulden maal tweede is inderdaad 15.640 gulden. En ja, in alle opzichten heeft u geloof ik records gebroken. Maar in elk geval staat vast dat u de eerste speler in de rubriek kunst bent die een vierde ronde heeft gewonnen. Het is sowieso heel lang geleden dat er een vierde ronde is gewonnen. Maar dit is echt heel goed. Hartelijk gefeliciteerd. Bedankt. Ja, daar komt hij weer. De triomfmars van. Nou, dan ga ik daar maar even goed naar luisteren. Ga even rustig onderuit. Ja. Heeft het van echt verdiend. Ja, ja, dan zeggen mensen weer, ja, vragen waar het makkelijk is. Allemaal onzin, je zal er maar zitten. En als iemand allemaal goed doet, dan lijkt het opeens te makkelijk. Voor hetzelfde geld gaat een ander hier grandioos op af. Nee, het is echt heel goed gelukt. Het was niet echt spannend vandaag, maar als je eenmaal zo'n vierde ronde speelt met al die tijd en die jokers, lukt het ook vrij goed. En dat is inderdaad gelukt. Ja, ik ben er ook erg blij om. Jammer dat afgelopen is. Ja, nou, een vijfde ronde had ik niet meer gehaald. Goed, helaas een verliezer vanavond, maar ook een grote winnaar vanavond. En dat moet het Nederlands elftal nog maar lukken. Nou, daar kunt u nu rustig naar gaan kijken. Dit was Per Seconde Wijzer, tot volgende week.